Hi en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we met iets heel leuks aan de slag. Ik had een superleuk idee en ik dacht ik neem gelijk een video op zodat ik het zo snel mogelijk met jullie kan delen. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar blijf op de hoogte van alle video's die ik maak. En je helpt mij groeien, dus dat zou ik heel leuk vinden. En doe alvast een duimpje omhoog als je er zin in hebt. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. En we verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar het ook naartoe mag. Dat kan alle kanten op. Lekker makkelijk in deze tijd. En dit pakket is voor een hele leuke aanbiedingsprijs te bestellen. Dus dat is ook nog eens leuk. Dus ja, heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we nu echt beginnen. Aan het einde van deze video heb ik nog een winnaar van de winactie. En je kan dit pakket winnen. Wat moet je daarvoor doen? Laat even een leuke reactie achter hieronder wat je van deze video vindt. En doe even een duimpje omhoog en dan doe je al mee. Dus dat is natuurlijk superleuk. Goed, dan gaan we gauw aan de slag. Ik heb hier twee mooie mandjes. En het eerste wat ik doe is een oase blok er rechtop inzetten. En aan de zijkant zet ik hem eventjes vast met kleine stukjes oase, zodat hij helemaal vast erin zit. Ik heb de oase natuurlijk al nat gemaakt. Let op dat je oase nooit onder water duwt. Maar dat je ze vol laat zuigen. Ook niet onder de kraan houden. Dus ik zorg dat dit blok echt heel goed vast staat. Zodat we een goede basis hebben. Daarin prikken we even twee satéprikkers. Pas op dat je daarmee niet het mandje lek prikt. En daarbovenop zetten we weer het oaseblok. En die zetten we daarmee goed vast. En hierbovenop komt het mandje weer. Zorg je dat je deze goed aandrukt. En hier gaan we de bloemetjes insteken. Voor het werken vind ik het nu wel makkelijk om het mandje er even af te halen. Maar tussendoor kan je af en toe even kijken of die nog allemaal goed gaat en het gaat zoals je wil. Als basis gaan we eerst eucalyptus gebruiken. Ik vind de grijze kleur in combinatie met het bruine heel erg mooi. Eigenlijk kan je een heel takje van eucalyptus gebruiken. Waar je even op moet letten is dat je net boven het blaadje knipt. Dus knip die gewoon overal her en der, maar echt boven het blaadje. Zodat je dit takje ook weer kan gebruiken. Dan haal je de onderkant even af, zodat het steeltje schoon is. En ook eucalyptus. Ik snij altijd eigenlijk alles schuin aan. En dit steek ik langs de rand. Dat het net bij de rand komt, maar mag er iets overheen. En dit verdeel ik er rondomheen. Doordat je op deze manier de eucalyptus gebruikt, lijkt het veel mooier in het stuk. En je kan veel meer van je eucalyptus gebruiken. Zonder als je bijvoorbeeld een half takje weg moet gooien, terwijl het helemaal niet nodig is. Ik vind eucalyptus altijd zo lekker ruiken. Ik vind het straks ook heel mooi om dit bijvoorbeeld buiten op de tuintafel neer te zetten. Als je hier een rijtje van hebt gedaan, kijk je eventjes weer of je mandje er mooi op komt te staan. Dat komt helemaal goed. Dan heb ik mooie waxflower. Ik vind het ook altijd super lekker ruiken en het geeft een mooi stuk. En dit steek je ook tussen de eucalyptus op dezelfde manier. Het geeft altijd een beetje zo'n voorjaargevoel, vindt u? Nou, dat willen we natuurlijk in deze tijd.
geeft een mooi speels effect in je stuk. Tussendoor mag je echt even controleren of het nog mooi met jouw stukje meeloopt. Ik vind het juist wel mooi als het iets speelser wordt door de wax. Maar ik laat hem wel, ik laat hem niet te ver eruit lopen. Dus is het steeltje te lang, dan maak ik hem even iets korter. Dan brengen we wat kleur aan met de limonium. Ook deze steek er op dezelfde manier tussenin. En juist die fijne materiaaltjes bij elkaar geven straks een heel mooi effect. En juist het zachte van het lila. Dan heb ik mooie distel. En dat blauwige staat echt super mooi bij. We werken dus echt een beetje in het paarsblauw. Gewilde kleur altijd. Het geeft toch wat kleur in je stuk, maar het blijft wel heel neutraal. Nou, aan alle kanten doe ik er eentje in het midden. En dan gaan we eventjes weer kijken hoe het valt met de bovenkant erop. Oh jongens, dit wordt echt heel erg leuk. Kijk dan. Hij mag natuurlijk nog iets voller, maar het geeft wel echt een super gaaf effect. Ik zal wel even kijken dat het mandje er rechtop zit, maar zien jullie het idee al? Hoe gaaf? Echt leuk. Dan breng ik nog even echt een bloemetje in aan. Ik kies hiervoor Felicianthus. Ik vind het altijd een mooie luxe bloem. En deze verdeel ik op dezelfde manier ertussen. Let goed op je verdeling, hoeveel bloemetjes je hebt. Het ene steeltje zou misschien net iets meer bloemetjes hebben dan de ander. Dat je op die manier het goed verdeelt in jouw stuk. En dit verdeel je op dezelfde manier, dus je werkt er eigenlijk elke keer weer rondomheen, zodat je het gelijkmatig verdeelt. Totdat je alle bloemetjes er rondomheen hebt gewerkt. En dan vind ik het nog wel weer mooi om nog even iets extra eucalyptus eraan toe te voegen, om het grijs nog eventjes extra terug te laten komen en het geeft een mooi vol effect. Daarnaast is eucalyptus heel erg sterk, dus doordat het mandje er weer op rust, heeft het gewoon net iets meer stevigheid. Ik hoop dat jullie het allemaal goed kunnen zien in dit licht, want het is al donker buiten. Ik heb de lampen goed bijgesteld, maar ik zie dat de camera soms een beetje moeite mee heeft. Maar goed, ik wou hem toch voor jullie opnemen, dus ik hoop dat jullie me dat niet kwalijk nemen. En aangezien het voorjaar er weer aankomt, vind ik het heel erg leuk om met voorjaarsbolletjes te werken. Het geeft een heel mooi sfeertje in je stuk. En omdat we nu in het paarsblauw werken, vind ik het mooi om met blauwe druivers te werken. En helemaal als die straks helemaal mooi uitkomen, dan geeft het echt een heel mooi effect. De bloemen die hierin verwerkt zijn, zijn echt allemaal heel sterk. Dus dat is echt een voordeel, waardoor je er extra lang van kunt genieten. Ik ga de bolletjes uit het potje halen, het zand eraf halen en op een stokje zetten. Ik gebruik hiervoor gewoon satéprikkers en die prik ik heel voorzichtig onderin het bolletje. En deze steek ik er op dezelfde manier tussen. Ik doe het in principe aan vier kanten, maar mocht je nou net over hebben of net wat meer bolletjes hebben, dan kun je ze natuurlijk gewoon verdelen. Thank you.
En als je dat gedaan hebt, dan heb je echt wel een heel mooi gevuld mandje. Dan heb ik nog een satéprikken over. Die steek er over dwars in. Zodat ze aan beide kanten uitsteken. En daarbovenop leunt het mandje dan. Dus dan kun je even goed kijken hoe hoog die mag vallen. En valt het niet over de bloemen heen. En jongens, kijk dan, wat een plaatje. Je kan hem natuurlijk zo laten, dan is hij al echt wel super mooi. Maar wil je hem meer in de paas weer maken, kun je natuurlijk ook nog even extra kwasteluitjes. Oh, kwasteluitjes toevoegen. Je kan dit doen door het op het mandje te plakken. Dan breek je het mandje wat meer. Heel erg leuk. Je kan hem ook alleen ertussen laten. Dus dat is net wat je zelf mooier vindt. Ik lijm dit gewoon vast. Ik vind het wel leuk om het op het mandje te doen. Om het zo net nog even meer te breken. En dan heb je hem toch nog net iets meer paars gerelateerd. Wat ook leuk is als je hem bijvoorbeeld tegen een muur aan wil zetten. Om echt een rijtje te maken aan de voorkant. Je kan alleen de bovenkant doen, je kan ook de onderkant erbij doen. Dat vind ik ook wel leuk. En mocht je nou net een takje van iets over hebben, zou je dat er ook nog op kunnen plakken. Een takje eucalyptus bijvoorbeeld, om het terug te laten komen. Ik laat hem zoals hij nu is, want ik vind hem gewoon echt super mooi en heel mooi apart. Een apart bloemstuk. En je kan dit bloemstuk dus bestellen via www.uwelnijmermis.nl of ga hieronder naar de beschrijving. Dan vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen voor een hele leuke aanbiedingsprijs. En je kan dit pakket winnen. Wat moet je daarvoor doen? Laat even een leuke reactie achter. En doe even een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk gratis op dit kanaal. En hebben jullie nu van mij nog een winnaar te goed van de Berkencirkel? Daar kon je ook meedoen met de winactie door een leuke reactie achter te laten. En een duimpje omhoog te doen. En die winnaar komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd. Jij mag contact met ons opnemen. En zorg ik dat het pakket jouw kant op komt. Je kan ook elke maand meedoen met de winactie. Waarbij je jouw creatie, wat je hebt gemaakt naar aanleiding van een van mijn video's, deelt op Facebook, Instagram of door een leuke review achter te laten. Dus alleen maar leuke prijzen. Goed, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe dus een duimpje omhoog. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!